In Amstelveen wordt geklaagd over dat mensen die een urgentiebewijs hebben, 5 tot 6, 7 weken moeten wachten totdat ze uiteindelijk de sleutel krijgen. Hoe komt dat? Ja, waar het om gaat is dat mensen hebben een woning toegewezen gekregen. Vervolgens duurt het iets te lang voordat ze ook daadwerkelijk het huurcontract kunnen ondertekenen en de sleutel krijgen en in woning kunnen. Ja. Nou, het klopt, we hebben een achterstand opgelopen. Dat is bij circa 20 dossiers het geval. Waardoor dit langer duurt dan de bedoeling is. We werken daar nu met man en macht aan om die achterstand weg te krijgen. Jan-Willem Grote, wethouder van Amstelveen, heeft ook met jullie gebeld. Heeft dat ook de boel versneld? Nou, we hebben contact gehad met Jan-Willem Grote. Ik weet het niet precies voor deze casus. Maar het is natuurlijk duidelijk dat als dat te lang duurt, dat soort klachten ook bij een wethouder komen. En een wethouder, die overgaat over deze portefeuille, die gaat dan zeker even contact met ons opnemen. En dat is prima. Dus u heeft ze opgebeld en gezegd van jongens, schiet eens een beetje op. Dat klopt. Inderdaad, rechtstreeks opgebeld van dit gaat niet goed. We hebben hier een situatie waarin volgens ons direct een urgente verstrekking kan plaatsvinden. En daarom is er ook meteen naar gehandeld. Extra capaciteit ingehuurd. En nu krijgen de mensen versneld bericht. Nou wordt er gezegd dat Eigen Haard in Amstelveen een monopoliepositie heeft, zich kan veroorloven om zo lang te wachten en mensen zo lang op een sleutel te laten wachten. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Wij zijn ons bewust van die monopoliepositie. Dat brengt extra verantwoordelijkheid met ons mee. Wij zijn er voor de bewoners. Dat betekent dat als een bewoner in een woning kan, wij ook willen dat die daar zo snel mogelijk gaat wonen. Dat is heel prettig voor de bewoner. En vergeet niet, als de woning leeg staat, scheelt ons dat weer inkomsten. Ja, Eigen Haard heeft monopolie in Amstelveen. En mijn zoon kon dus, omdat hij om allerlei redenen in Amstelveen een gemeentelijke urgentie krijgen, omdat hij in Amstelveen woonachtig is. Die urgentie geldt niet voor andere gemeentes. Dat betekent dat je dus wat dat betreft ook echt op Amstelveen bent aangewezen. En daarin is Eigen Haard de enige die nog voor sociale woningbouw zorgt.